Hoi, mijn naam is Heiko en welkom bij Curio TV, waar jouw nieuwsgierigheid centraal staat. In deze aflevering krijgen we uitleg over de MBO Challenges. En ik ga langs bij Curio Music. Dit is Curio TV. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Tineke Kaptein en ik ben docent Nederlands. Ik ben Colin Baks, ik zit op VMBO Basis, Curio Scala. Mijn naam is Kees Braa, ik ben docent op de opleiding adviseur en onderzoeker leefomgeving. Ik ben Janneke van der Pol en ik ben student adviseur leefomgeving. Hoe bereid jij je voor op je examens? Ja, dat is een hele lange weg, Colin. Ik ben wat nu in de oudere generatie, moet ik er soms wel aan wennen. De laatste die ik heb gedaan was met de studenten mee VCA-examens. En ik merkte toen wel weer dat echt goed voorbereiden was. En ik merkte ook wel weer een soort van competitie onderling. Een paar jaar geleden begon ik op Scala met lesgeven. En toen had ik een jongen in de basisklas. Net zo'n klas waar jij in zit. En ik gaf hem een opdracht en toen zei hij tegen mij, mevrouw, dat kan ik niet, want ik ben maar basis. Ja, klopt. Herken je dat een beetje? Herken ik. En toen dacht ik, ik moet het onderwijs een beetje gaan veranderen. Dat deze leerling en alle andere leerlingen die daarna komen, zelfvertrouwen hebben dat ze het kunnen. Hoe ga jij afkijken tijdens de examens? Ik moet eerlijk zeggen dat het nooit in me is opgekomen. Ik denk dat ik daarvoor beter bij mijn zusje kan zijn. Heb jij wel genoeg geleerd? Ja, nee, ik vind het leuk om altijd nog dingen te leren. Leven lang leren is natuurlijk iets waar iedereen mee bezig is. Ik leer ook heel veel van mijn leerlingen, van jullie. Van jullie feedback, van jullie eigenwijze antwoorden. Ja. Hoe bereid je de studenten voor? Ik probeer studenten zoveel mogelijk niet de bedreigingen van een examen over te brengen, maar de mogelijkheden. Hoe heb je in de coronaperiode goed thuis leren werken? Nou, dat vond ik geen pretje. Nou, eigenlijk vond ik het heel fijn dat Curio, je was heel snel en heel alert met het vinden van oplossingen. Het was in het begin best wel lastig, omdat je natuurlijk gewend bent om je docenten fysiek op school te zien. Hoe kun jij het best studeren? Op school. Voor mij is het beste op het moment dat ik een toets heb om echt de schrijfmethode te gebruiken, dus echt samenvattingen te schrijven. Ik zeg altijd, een goede docent staat in de klas, maar eigenlijk naast de leerling. Klopt. Ja, u helpt gewoon stuk bij stuk, helpt de leerling. U gaat niet op uw stoel zitten, maar u helpt echt de leerling zelf. Wat vind je van de nieuwe manier van examenmodule Nederlands? De examenmodule is voor mij de beste manier waarop leerlingen leren. Op zo'n manier is het makkelijker leren, dat wel. Het is gewoon eigenlijk een voorbereiding voor later. En daar worden wij heel erg op afgericht en dat is gewoon goed. Hoi, ik ben Bas. Ik ga vandaag wat vertellen over challenges. Uitdagingen voor VMBO'ers voor nu en later. Hoe mooi zou het zijn als VMBO en MBO zich samen inzetten om de leerlingen in West-Brabant onder te dompelen. En te laten zoeken naar oplossingen waaraan bedrijfsleven, onderwijs of maatschappij behoefte hebben. Wij bieden VMBO'ers in het leerjaar 3 en 4 een breed aanbod van spectaculaire challenges. Crossovers over opleidingen, sectoren en profielen heen. Urgente vraagstukken over het West-Brabant van nu en in de toekomst. Over digitalisering, robotisering, energie, duurzaamheid en circulaire economie. In de regio West-Brabant bieden we tenminste 16 challenges aan alle VMBO-leerlingen. Een aantal voorbeelden zijn Foodboost, Smart Farming, Jouw Groene Stad, Jouw Slimme Stad, Biobased en Jouw Groene Vijver. Er komen ook steeds nieuwe challenges bij. Daarbij kijken we natuurlijk naar de vraag vanuit het VMBO, want elke challenge is immers maatwerk. Binnen elke challenge komt de inhoud van diverse mbo-opleidingen aan bod. Wie zijn er betrokken bij de challenge? 1. De netwerker. De netwerker bespreekt op de scholen met management, decanen en docenten het totale aanbod aan challenges. Passend bij het curriculum en de ambities maakt de school een keuze. 2. Challenger. De challenger is een docent mbo die in samenwerking met de docent vmbo de challenge laat aansluiten bij het curriculum. De vmbo-school gaat vervolgens zelf aan de slag met de challenge. 3. Opdrachtgever. Bedrijfsleven, onderwijs, overheid of maatschappij zijn vaak de opdrachtgever van de challenges. 4. De VMBO-leerling werkt tijdens de challenges aan de oplossing voor een urgent vraagstuk. In de challenge is er volop ruimte voor loopbaanoriëntatie en begeleiding. 5. MBO-studenten verzorgen samen met de challenger de pitch,
gastles, excursie en verdiepende workshop. 6. De ouders van de VMBO-leerlingen kunnen de oplossingen bedacht door hun zoon of dochter zien tijdens de open dag of open avond van het MBO. Waaruit bestaat een challenge? Elke challenge is een werkproject op maat. De tijdsduur is variabel en bestaat uit de volgende onderdelen. 1. De pitch. Een MBO-docent komt met uitdagend materiaal naar de VMBO-klas. 2. De gastles. Een MBO-docent of iemand uit het bedrijfsleven geeft een gastles in de klas, aanvullend op de oplossing waar de leerlingen naartoe werken. 3. De excursie. De klas gaat in de buurt van de eigen school op excursie bij bijvoorbeeld een bedrijf. 4. De verdiepende workshop, passend bij de challenge. De VMBO'ers krijgen deze op een MBO-school. Ze ontdekken dat waaraan ze hebben gewerkt in de challenge kunnen blijven doen in de diverse opleidingen op het MBO. De prachtige resultaten presenteren ze tijdens de open dag van het MBO aan hun ouders. Hoe gaaf is het om als leerling iets te kunnen betekenen voor het bedrijfsleven? Leren in de praktijk en misschien zelfs buiten je comfortzone. Waar moet ik als VMBO-docent rekening mee houden? Het kost je geen extra tijd. Het is gratis en je leert er zelf ook heel veel van. Wil je deelnemen aan onze challenges? Of wil je extra informatie? Neem dan contact met ons op. Ik ben vandaag in Breda op de Biesdonkweg en hier gebeurt iets heel bijzonders. We gaan vandaag langs bij Jacob van Curio Music. Ik hoor al wat muziek, dus ik ben heel benieuwd wat we vandaag gaan doen. Hey, ik ben Heiko, aangenaam. Hoi, ik ben Wouter, aangenaam. Leuk dat we mogen komen. Wat gaan we hier vandaag doen? Nou, jullie zijn getuigen van Curio Music hier. En ja, dat is een pioniersproject wat we zijn gestart bijna een jaar geleden. Dat is bedacht om in ieder geval samen met studenten en eventueel collega's, ook met docenten, samen muziek te maken. Maar het is vooral bedoeld echt voor de studenten. Hoe is Curio Music ontstaan eigenlijk? Ja, er was sowieso het idee bij Jacob, ook mijn collega, die om iets met muziek te doen. Die deelde iets met muziek, met studenten, maar wat kleinschaliger. En hij wilde het graag groter aanpakken door er ook een pioniersproject van te maken. Maar met de kunst van zo'n pioniersproject is natuurlijk wel dat je ook zorgt dat het ook echt een degelijk plan is. En daar zijn we mee aan de slag nu ook verder, om dat verder uit te werken. Komt er dan ook nog een muziekprogramma of een muziekacademie binnen Curio? Nou, muziekacademie, dat, ik denk dat te ver weg is. Maar ja, we gaan wel kijken hoe dat we dit de komende jaren, of in ieder geval hoe dat we dit leven zatbaar kunnen houden ook de komende jaren. Ik ben Sterre Kleijs, ik volg de opleiding onderwijsassistent. Ik ben sinds kort bij Curio Band deelgenomen. Wat vind jij van de groep die zo samen is gesteld aan studenten? Ik vind het echt super gaaf. Er zijn heel veel mensen zijn al deelgenomen aan de Curio Music Band. Gewoon alles, iedereen doet wat. Het is echt niet dat we stilzitten. We zijn echt constant bezig. Of er zijn weer een ander liedje aan het spelen. Dus we zijn er wel echt van alles aan het doen. Ja. Ik hoorde jullie net al een klein beetje bezig. Voelen jullie bezwaard als ik een klein stukje mee probeer? Nee. Dat vind ik goed, vind ik leuk, ja. Leuk. Hey, heel erg bedankt. Leuk dat we langs mochten komen. Het klonk hartstikke mooi. Ik wens jullie nog heel veel succes met jullie verdere project. En hopelijk gaan we nog heel veel van jullie horen. Super bedankt. Dankjewel. Yes. Dit was Curio TV. Dankjewel voor het kijken. Heb je nog vragen of tips? Laat het ons weten. Tot ziens!